hago la 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 la. Yo, kijkers, welkom terug bij een nieuwe Dead or Alive 5. We gaan de journey, oftewel de weg beleven, het avontuur meemaken van Brett Wong. Ze hebben het over koken met snelheid. Godverdomme, man. Dinner's ready. Dinner. Ik moet komen met alcohol. Nee, zijn aandacht. Eten met snelheid. Ook nog eens. Ja, wie krijgt de laatste? Gun hem aan de kok, zou ik zeggen. Hij heeft het gemaakt. Uh-oh. Stickfight. Wie gaat winnen? Goudlokje of de man met grijze haar? Goudlokje dus. Hij kan hem toch gewoon al eten? Oh, de moves! En door de tafel. Hij is nou al aangeschoten en hij heeft geen slok op. Let's go. Alles voor die, wat is het? Rijstwafel? I don't know. Sushi? Iets? Oké, dan moet hij ons niet... Oh, ik ken Brett Wong niet echt. En ik word hier dus ook gewoon keihard geowned. Oh, ik ging op de grond. Ik lig op de grond. Oh. Wat de hel is dit? Deze dude speelt raar, jongen. Ja, ik verlies deze eerste wapen. Hey, ik moet even wennen aan zijn bewegingen. Heel erg. De rest die blijft dus nog staan en een beetje normaal. Maar deze gast die zigzagt en gaat liggen en... Hoppa. Oh, kopstoot door de muur heen. Get wrecked. Kijk dit dan, ik ben aan het ownen. Oké, laat me zitten. Oh ja. Oké, ik ga gewoon op hem liggen, dat kan ook. No. Kom, ik moet hem nog één klap. Are you kidding me? Eén fucking... Beginnen is niet zo lekker. Aapje. Kijk uit voor dat aapje. Hij heeft gewoon nog steeds dat stomme ding. De reflexen, though. Oh, slim. Nope. Ja, eet hem op nou. Jullie zijn zo lang moeilijk aan het doen. Dat ding blijft ook zo mooi midden op het bord liggen. Dat bord. Vergeet het bord niet. Eet iemand dat ding ooit nog op? Het aapje!
Noobs. Aapje oont. Nog een keer. Weer tegen hem. Oké. Kom, blok hem. Verdomme. Counteren hoeft er niet. Maar hij had op zijn minst wat moves geblokt. Dat scheelde. Damn. Ik blok helemaal geen fuck, man. Gaat slecht. Ik heb echt verschrikkelijke timing met deze gozer. What the fuck? Hoe had hij mij nou dan? Jee, maar we winnen wel. In één keer. De tweede gevecht. Volgende hoofdstuk zou wel Elliot zijn dan, denk ik. Oh, dan heb je dit weer. What's up? Are you one of the world's greatest fighters? Then get your ass in the tourney. And if you won't enter yourselves, I'll come to your house and drag you in myself. See you at the fights. Oops. See you at the fights. What the fuck? Dat was random. Few days later. Het circus. That you two were gonna enter the tournament. But who's up for a little sparring? It's been a while. Sure thing. We were just looking for somebody to train with. Ready? Now, just because we're girls, don't you go easy on us. I wouldn't think of it. Nou, ik weet niet hoe ik moet taggen, dus dit wordt leuk. Oh, de moves, jongen. Die zag ze niet eens aankomen. En ik zag dat niet aankomen. Hup. Hup, hoog houden die zooi. Au. Ja, had ik je daar even geblokt. Ik wou dat ik wist hoe ik moest taggen. Oh, daar. Kijk eens aan. Fijn om te weten. Oh, scheisse. Ik word ge... Oké, okay. Elliot wordt geowned. En... Tag. Auw! Heppa, auw. Oh. Auw, oh, maar daar hek je als... Nee. Verdomme! Zo. Holy crap. Oh no! Oké, dat viel nog best mee, eigenlijk. Had Snakes on high impact. Oké, ik ben wel bijna dood. Wat zit je irritante blok? Ja, nou ben ik dood. Oké, dit wordt nu lastig. Fuck. Blok. Nee. Oeh. Dan hadden we geluk. Nee. Counter, zei ik. No! Damn! Nou. Nog een keer. Nope. God londen je. Zo. Kom op. Nee. Kom op. We hebben deze bijna eruit. Zo, wat ging die nou raar staan dan? Oh, in één keer op zijn handen staan? Like, what the... Zonder dat het één... Ze blokt in één keer elke move. Ik ga ook even... Ik wou taggen.
Tag dan! Tag! Ga eruit! Zo ja. Hoppa. Zo, dat is één minder. We gaan goed. Zo. Hier! Dat ging perfect! Double move, double team, alles. Hier, counter. Oh, ik wil niet eruit met... Ja, goed, Bretje wint wel. Alright, let's get out of here. It was a pleasure fighting you. Dat was krom. Unemployed. Ja, zie je, Elliot is de volgende. Nou, gaan we dat direct doen. Practice of Xingyi Quan, of zoiets. Leuk. Waar heb je die chick weer? Staat ze nou achter de bar, alsof ze er werkt? You're quite the real man. Thank you, but hearing that from you kind of makes me blush. Oh, hey, by the way, you're entering the tournament, right? I'm gonna win it, you know. Oh. Ze heeft wel echt dezelfde openingszin bij iedereen. Alsof ze de persoon kent. Je bent opgegroeid en een echte man geworden. Another milk, please? Met zijn melkje. Drink it all up. You'll need your strength, little boy. Oh, daar gaan we. En weer staan we vanaf de bar in één keer op deze bouwval. Hoppa. Kom, waarom gaan die in de bar? Weet je, die bar aan het dichtlen, schoppen en slaan en... Hey, ik was toch eerder met... Hey, niet met naaldhakken op een rug, hè? Dat doet gewoon pijn. En weer mis ik mijn move. Maar ik win wel. Zie je? Nou, dat was vecht. Fight nummer 1. Zelfverzekerd. Alweer deze. Hoeveel gaan we dit zien? De quarterfinals. Nou, daar gaan we weer. Wie gaat er winnen, ik of jij, hè? Huh? Kom op. Kokkelrol. Oh, ik ben aan het ownen. Ze maakt geen één... Oh, ik wil zeggen, ze maakt geen kans, maar in één keer zo'n counter. Damn. Oh, maar ik heb de combo's. Ik heb de combo's. Oké, en zij ook. Ah, dat ik daar mijn trap nou weer net moest missen. Maar we winnen alsnog. Maar net op tijd, als zij die laatste move had geraakt, waren we er geweest. Maar goed. Elliot gaat dus door naar de halve finale. Leuk. China, 2 days later. So you lost, huh? Yeah. But it doesn't matter. I'll win next time. Big talk from a little squirt. Ah, nou moeten we tegen Brad Wong. Ah, en ik zie daarachter. Op de achtergrond zag ik ook een vechter zitten. Met een hoedje. Denk ik. Waarschijnlijk gaan we dadelijk tegen iets van... ik weet niet meer hoe die heet eigenlijk. Even. Oude man met een baardje. Zo dadelijk. Ook grijs haar. Damn, deze move is chill. Maar ik heb er vrij weinig aan. Als ik zo word geowned als nu. Dan heb je weinig aan elke move.
Yeah! Hoppa! Geng Fu of zo, denk ik dat er komt. Ja, 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 ik herken die stem. Juist! Ja! Master! Young Elliot. You have mastered the art of Xing Yi Chuan. You now know the correct way to use your fists. I have therefore decided to teach you a new form known as Xing Yi Liu He Chuan. Your training is about to become even more rigorous. I hope you are ready. Really? Thank you, Master. Dus ik geloof dat die Geng Fu heet. Oh. Ik denk we gaan tegen hem vechten nu, maar misschien ook niet. En Brett ligt te snurken. Wat een gozer. Real man. Lai Fang is de nieuwe chapter. Dit was deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, laat dan een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters.